En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter bommend, gitter kaldermugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Voetballen, gaat u daar volgen? Ik volg het voetbal, ja zeker. Ja? Och ja, het enige wat wij nog zo alles kunnen doen, hè? Ja, voetballen ja. Kijken. Houdt u van voetballen? Nee. Ja, ik kijk niet aan het voetbal, maar niet echt dat ik er zo gek op ben. Nee, maar u volgt het wel een beetje, het Europees, of het Europees, het Nederlandse elftal? Ja, ik volg het wel een beetje. Ja. Maar niet dat ik vroeger met mijn man gingen we met de hele buurt zitten kijken, maar dat doe ik nou niet meer. Ik kan het slecht zien, maar dan kan ik het niet volgen. Dat interesseert mij het ook weinig. En als u het geluid wat harder... Ook, ook niet. Ik zeg, nee. Zie slecht en ik hoor slecht. Dus er zijn twee dingen. Ja, dat is wel heel erg lastig. Maar, ja, ik kijk wel. Ik kijk wel eens, maar ik kan het eigenlijk niet volgen. Nee, dat is het er, vind ik erg. Ja, dat is het. Nou, ik heb altijd goed voetballen gekeken. Ja. Niet te veel maken, hè? Ja, ik denk dat ik wel ga kijken. Ja? Ja, ik denk dat ik wel ga kijken. Wat verwacht je van het Nederlands elftal? Ja, ik heb de opstelling gezien. En ik vind het best wel een goede opstelling. Dus ik denk dat ze redelijk wat kans kunnen maken. Ja? Ik denk dat ze ook redelijk ver kunnen komen. Ja. Maar ja, je hebt zoals altijd andere ploegen, andere landen, die gewoon ja, ook heel sterk zijn, zoals Duitsland, Frankrijk. Ja, die zijn hele sterke tegenstanders, dus daar kunnen ze nog wel lastig tegen krijgen uiteindelijk. Ja. Nou, matig. We moeten nog zien hoe ver ze komen. Ja? Ja. Dat... We hebben twijfels. Ja. Maar goed, we gaan het zien of ze, hoe ver ze komen. Straat versieren. Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet meer. Nee. En het huis versieren? Ook niet, nee. Dus alleen maar lekker koffie met een borreltje? Dat wel. Ja. Daar ben ik een beetje oud voor. Maar ik vind het wel leuk als mensen doen, want dan is het gewoon één bonk enthousiasme natuurlijk. Ja, ja, ja. Wordt het bij u in de straat wel gedaan dan? Nee. Nee? Nee. En bij u in de straat? Jans ook niet, in het dorp eigenlijk. Niet zoveel. Nee, inderdaad. Daar is het rustig bij. Gaat u een beetje het huis versieren? Of wat Nee. Maar wel een drankje erbij? Koffie? Ja, koffie. Gewone koffie? Ja. Nee, we gaan niet vieren, zoals we dat noemen. Nee. Maar gewoon rustig kijken. En, Nog niet. Nog niet? Kunt nog. Ja, met name als dan ze verder komen. Ja, inderdaad, daar wachten we op. Oh, ja. Ja, je weet het niet hoe het loopt. Hè. Maar doen jullie dat ook met straat of nee, zelf in huis? Nee, zelf in huis. Ja. Ah, het moet ook een beetje gezellig maken. Zo is het. Moet toch zelf doen, hè? Ja, zeker. Je hebt een ander moet wachten, kom je te laat. Ja.